En wat ik dus altijd in mijn tas heb, ik schaam me er gewoon voor. Ik heb het nu niet in mijn tas, maar anders zou ik het ook niet durven te laten zien. Welkom bij een nieuwe video. Sorry als het geluid slecht is en de camera niet, het beeld niet zo goed is. Het komt namelijk omdat mijn camera is opgestuurd omdat hij kapot is. Het is heel vervelend, verwacht hem elk moment terug. Vandaar dat ik dus ook eventjes geen weekvlog heb. Maar het komt allemaal goed, hij komt elk moment weer binnen. Dus ik dacht, ik doe vandaag gewoon even een What's in my bag challenge. Of een What's in my bag video. Ik heb dat nog nooit gedaan en ik vond het wel geinig. Ik ben sowieso iemand die allemaal, ik heb altijd allemaal zooi in mijn tas. Standaard. Ik hou best wel van tassen. Alleen meer van schoenen. Daarna komt tassen bij mij. Maar wat het bij mij is, ik gebruik dan best wel lang een tas. Daar gooi ik gewoon alles in. En dan op een gegeven moment denk ik, nou ik ga weer even wat anders gebruiken. Ik ga weer een andere gebruiken. Ik pak niet elke dag een andere tas of zo. Wie heeft dat ook? Ik heb dat eigenlijk altijd al. Vandaag laat ik deze tas zien. Dit is een heel oud model van de Zara. Alleen ik vind hem nog best wel leuk. En tegenwoordig, nou ik heb deze weer eens een keer gepakt. En misschien dat ik hem na deze video weer eens wissel. Maar hij is dus al lang niet meer te krijgen, want het is echt een heel... Toen deze net uitkwam bij de Zara, wou iedereen hem hebben en was die elke keer helemaal uitverkocht. En nu is dat, ja, dat is alweer 2 jaar geleden of zo. Om te beginnen zie ik dus even nu Celina's sleutelbos. En die is heftig. Oké, dit is toevallig omdat ik haar fiets moest verplaatsen. Deze heb ik niet altijd bij me. Maar wat best wel leuk is, wat we doen, overal waar we komen, dan kopen we sleutelhanger voor haar. Deze is van Jamaica. Deze van Finland. Dominicaanse Republiek. Deze heb ik, was laatst in Turkije. Toen heb ik deze sleutelhanger met slijm voor haar gehaald. Waar ze super blij mee is. Slijm hoorde er dan in. Maar je hebt er eigenlijk... ze kan er eigenlijk elke keer haar eigen slijm in doen. Dus dat vond ze wel heel leuk. En eigenlijk is deze hele sleutelbos alleen voor de fietssleuteltje. Maar goed, zij vindt dit helemaal leuk. Dus dat was eerst in mijn tas. Een oplader als tweede. Ik moet zeggen, dit zit er toevallig in. Want ik ben juist iemand, mijn batterij is altijd leeg. Ook als ik thuis ben is mijn batterij leeg. Het is heel vervelend. Joost snapt het ook nooit van mij. Maar ik laat mijn telefoon gewoon echt pas op wanneer die echt gewoon uit is. Of echt bijna uit. Echt nooit dat ik hem oplaat. Ik laat hem nooit dat ik zie, oh 20%, ik ga hem opladen of zo. Ik ben ook heel vaak buiten en dan is mijn batterij leeg. Heel vervelend. Toevallig, ik ging dus al naar buiten met 7%. En toen dacht ik, Arizoom, zo irritant weer van jezelf. Dus toen had ik hem maar wel meegenomen. Ik moest heel mijn dag nog beginnen. Oh, ook nog een portemonnee van mijn kind. Ik weet niet, ik denk dat elke moeder dit wel, elke moeder dit wel heeft. Je hebt altijd wel iets van je kind in je tas. Ik weet ook niet hoe het komt, maar gewoon, er zijn altijd sporen van kind in mijn tas. Gewoon. Even kijken. Een Zara cadeaubon die ik heb uitgegeven. Dit zijn eigenlijk de enigste 2 make-up producten die ik in mijn tas heb. Dat is nu toevallig zo. Dit is een lipgloss van Dior en dit is een lipgloss van de Hema die echt super fijn is. Ik kan niet meer zien welke kleur het is, want dat is een beetje vervaagd. Maar hij dekt best wel. Het is echt een hele mooie kleur. Maar dit is eigenlijk ook het enige qua make-up wat ik altijd bij me heb. Als je een beetje gekraak hoort, ik heb zeg maar echt zo'n... Ja, super latex glim broek legging aan. Dus als je wat raars hoort, dan komt dat dus van mijn legging. Want ik maak best wel geluid. Niet zo handig misschien. Maar ik dacht dus eigenlijk, ik neem dus eigenlijk bijna nooit make-up mee. Ik weet ook niet waarom. Ja, ik vind het gewoon niet echt nodig om als ik ergens ben nog af te poederen of weet ik het wat. Alleen af en toe omdat ik zo snel droge lippen krijg.
vooral in de winter gebruik ik, neem ik wel mijn lipgloss mee. Ook nooit lippenstift. Ik draag echt bijna nooit lippenstift. Ik vind het me niet staan. Ik weet niet wat het is. Misschien ligt het helemaal aan mij, maar ik vind het gewoon echt niet staan, lippenstift bij mij. Ik weet ook niet wat het is. Ik vind het gewoon echt vreselijk. Ik voel me ook echt gewoon, ik voel me er gewoon niet fijn bij. Maar in ieder geval deze twee. Mijn portemonnee. Ik heb dus zo'n klein portemonneetje. Zoals je kan zien is die zwaar aan vervanging toe. Want hij is helemaal, deze is volgens mij van de Mango. Hij is echt helemaal verrot. Alleen ik weet eigenlijk niet, wat is dit? Oh, een bonnetje van benzine. Ik weet eigenlijk niet waar ik van deze portemonneetjes kan kopen. Want ik vind het dus niet fijn. Ik vind dit veel fijner. Gewoon allemaal, gewoon pasjes. Ik heb eigenlijk alleen maar pasjes. Briefgeld stop je dan gewoon hier. En mijn losgeld, ja, doe ik eigenlijk gewoon los in mijn tas. Maar als iemand dus een leuk plekje weet voor deze, waar je zo'n portemonneetje kan kopen. Of zo'n pashouder is het eigenlijk. Laat dat even weten in de reacties. Want ik zoek er echt nog één. Want dit is natuurlijk niet te doen. Ik ben met sommige dingen best wel laks. Dus zoals dit. Ik weet al, weet ik veel hoe lang dat ik dit gewoon moet vervangen. Want het ziet er gewoon niet uit. Het is gewoon helemaal versleten. Maar ik doe het dan niet. En nu ik dit zo laat zien, vind ik dit best irritant. Maar goed. En wat ik dus altijd in mijn tas heb. Ik schaam me er gewoon voor. Ik heb het nu niet in mijn tas. Maar anders zou ik het ook niet durven te laten zien. Maar ik heb dus altijd zout bij me. Of het in mijn tas is of in mijn auto. Ik heb altijd zout. Ik ben zo erg hashtag salt game. Gewoon, ik kan er niet mee. Het is zo erg. Ik weet dat het heel slecht is, maar ik hou zo erg van zout. En heel vaak kan ik er niet van genieten als er geen zout op zit. Dus ik heb bijna altijd zout bij me. Maar toevallig is dat, heb ik het nu dus niet. Dus het zal dan in mijn auto liggen. Verder heb ik deze deo. Dit is echt mijn favoriete deo. Ik heb nooit spray deo's. Ik kan niet tegen spray deo's, want ik heb hele grote amandelen die eigenlijk eruit moeten. Wat ik dus absoluut niet durf, maar ze moeten er echt uit. Maar ik ben die operatie een beetje aan het uitstellen. En dan elke keer wanneer ik weer een keelontsteking heb, denk ik, oh, oké, ik ga nu echt een afspraak maken. En dan doe ik het dus weer niet. Dus ik ben dat een beetje aan het uitstellen. Maar goed, ik kan dus niet tegen spray deo. De laatste tijd wordt het wel minder trouwens. Vind ik gewoon zo'n ontzettend fijne deo. Het is echt gewoon niet normaal. Dit blijft ook ik vind dit echt, dit heb ik altijd wel bij me. Ik vind het heel naar als ik geen deo bij me heb. Verder, ja. Ibuprofen heb ik wel altijd bij me. Af en toe heb ik migraine. En ik denk dat iedereen die migraine heeft, die weet het wel. Dat op een moment, dan voel je het zeg maar opkomen en dan moet je iets innemen. Als je dan gelijk iets inneemt, dan zet het niet door. En anders dan, als je het te laat inneemt, dan zet het door. Ja, verder heb ik nog wat losgeld. Ja, mooier kan ik het niet maken. Wat is het eigenlijk? Het is, ja, het is niet heel boeiend allemaal. Maar dit zijn eigenlijk wel een beetje de dingen die ik altijd bij me heb. Dus ik wil gaan wel verder nog iets zeggen. Want vanaf november komt er 2 keer in de week komt er een video. En dat worden echt hele leuke video's. Het is nu even een beetje jammer omdat mijn camera dus kapot is. En ik het dus ook niet mee kan nemen naar bepaalde dingen. Maar ja, het is gewoon even niet anders. Vandaar dat ik dacht, ik neem gewoon even deze video op. Ook al is het niet zo lang. Ik hoop dat jullie toch wel een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie dit toch een beetje een leuke video vonden. Dus je weet nu een paar dingen van mij die je dus nog niet wist. Zoals het zout en zo. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!